Twee minuten tot aan de rust. Vrije trap voor Lokeren met Tsarevic. Bal wordt verlengd en dan Salcedo weer in de problemen. En het doelpunt wordt opnieuw toegekend. Het is voor de tweede keer op rij dat Salcedo op een hoge bal in de fout gaat. Het is Sokota die het doelpunt achter zijn naam zal krijgen. Maar toch opvallend, die pas 18-jarige doelman José Antonio Salcedo. De bal wordt verlengd door Smajic en dan, ja, hij pakt er gewoon naast Salcedo. Duidelijke fout van de doelman. En het zal een oud doelpunt worden, denken we. Want Sokota die raakt die bal niet. Maar het staat wel 3-0 vlak voor de rust. Bayo richting Ziv, die helemaal mee is doorgespeurd. Dat is een goede bal en de 4-0, jawel, Sokota. Deze keer krijgt hij de goal, zeker achter zijn naam. Tomislav Sokota, Ziv mee doorgespeurd, die behoudt het overzicht. En dan heerlijk binnengetrapt door Sokota. De wedstrijd nu wel helemaal beslist, 4-0 Lokeren.